Zo, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En het is weer een kringloopwinkel shoplog. En ik ben bij de kringloopwinkel in Ierseke geweest. En die heet op zijn Zeeuws Mok Ok E. En in normaal Nederlands is dat, dat moet ik ook hebben. Nou, ik had daar heel wat dingetjes die ik daar ook moest hebben, die ik daar vond. Dus die wil ik eventjes laten zien. Het Dominique? Oh. Ja. Jij was lekker aan het slapen daar zo. Oh. Nou, je zit hier bovenop al een beetje, maar ik vond nog een ouderwetse taartdoos waar een wat hogere taart in kan. Met echt nog een heel mooi handvat ook. En hij zag er echt nog best wel goed uit. Er zitten geen sneden op, et cetera. Dus ik denk dat ik die nog wel leuk kan doorverkopen. En ik moest hier 4 euro voor betalen. Ik moet hem alleen nog even schoonmaken. Ik kwam dit setje tegen. Dat is een trendy setje. Ik ken het mijn moeder had van ook. En die kan je dan zo uit elkaar halen. Wij hadden daar vroeger hagelslag in. Maar je zou er ook melk en suiker in kunnen doen. Of azijn en olie. Je kan het ook meenemen in de tent. Camper. En ik moest hier 2 euro voor betalen. Voor Dominique vond ik nog een paar leuke kleren. Een trui in maat 92-98. En die is van het merk Tom Du. Of zo, it's party time. Tom Du, you're invited. Tom Du. Een hele mooie trui vond ik. En ik vond een trui van Coco Noco ook in maat 92. Echt een super mooi truitje met die leuke bootjes erop. En een heel mooi vest in maat 86 van Comfort Babywear. En dit staat op de achterkant. Je kan die aan als het wat kouder is. En dan nog een wat grotere trui, maar dan gaat die echt wel ingroeien, maat 122-28. Een hele mooie trui van Bot. En ik vond dit sleutelkastje, die vond ik leuk. Mijn oma heeft er zelf ook eentje hangen en die vond ik gewoon schattig. En die was 2 euro. Die kleding was volgens mij allemaal 2,50. Nou, Dominique haalt hem al tevoorschijn, maar ik heb een hele mooie trekker voor hem gekocht. Mama gaat hem even laten zien, kijk. En die was 1 euro. Hier zo, alsjeblieft. Dat is een mooie trekker, hè? Die heeft mama voor jou gekocht. Nou, dan vond ik nog een blauw schaaltje, ook van Tupperware, die nog super goed afsluit. Ik heb geen idee wat ik hiervoor moest betalen, want het staat er niet op. Toen vond ik nog een paar Barbie-kleertjes voor mijn nichtje. Die is bijna jarig, dus dat is leuk. Ik heb allemaal Barbie-dingetjes gekocht. Oh, dit zit blijkbaar niet helemaal goed vast. Maar deze jurk dus. En dan een setje, een rok en een shirtje. Kijk zo. En dan nog een jurk. Oh nee, het is een soort broekpak. En nog een gala jurk. Ik hoop dat ze het leuk vindt. Toen zag ik nog een leuke lijntjes onderdeel van een mobiel. Vond ik schattig. En een heel leuk kleur je eigen tas. Setje, vond ik heel leuk, van Lijntje ook. En die was 2 euro dus. En ik vond deze gebreide pop, vond ik ook super schattig. En ik weet niet hoeveel ik ervoor betaalde, want ook hier staat de prijs niet op. En ik zag dit mandje voor 2,50 euro. En ja, ik was juist op zoek naar een mandje. En ik vond die en die vond ik super leuk. Ik ga die gebruiken om
dat noem ik Tupperware in de box, maar dat, misschien moet ik het Tupperware in de mand noemen. Dat ik daar boekjes et cetera in doe en dat ik die dan naar een locatie breng. En dat mensen die daar uitdelen denken aan een kinderdagverblijf of een bedrijf of iets in die trant. Dus eigenlijk een soort ander soort versie dan een workshop bij iemand thuis of een Tupperware party, wat eigenlijk de normale ding is. Dus dat. Als je benieuwd bent nog meer Tupperware perikelen, kijk dan op tuppershop.nl. En wil je meer weten van mij, dan moet je op elisabethfavoriet.nl kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken en ik zie je heel graag weer bij een andere video. Doei doei!